Hallo en welkom allemaal bij Even Proeven. En vandaag gaan we naar Tony's chocolade kijken. Even proeven. Zo, zoals ik al zei, gaan we vandaag naar Tony's chocolade kijken. En als je ook hier meteen al naar kijkt, zien we hier meteen ook al 100% slavenvrije chocolade. Dus kun je het zien? Het is schön, mooie is aan de chocolade, dat die gewoon slavenvrij is. Ik weet niet hoe ze het dan willen doen dat je chocolade ook mooi zwart is. Omdat dan moet je met die kleurstof. Maar tegenwoordig hebben ze daar wel wat voor die kleurstof. Hè? Je weet wat ik bedoel. Ik ruik het al door het papier door, dat is echt chocolade. Dat ruik je wel. Ik ga ze openmaken. Het scheurt een beetje open, zoals jullie zien is hij nog eens heel goed verpakt. En er staat er ook allemaal dingen op van de binnenkant. Wij kopen onze, ja, kijk, die staat allemaal. Misschien kunnen jullie lezen. Ja, kunnen jullie even pauze doen als jullie willen. Dan moet ik alleen even vinden waar we het open kunnen maken. Zo. Oh, jullie zien dat is mooi aan elkaar geplakt. Weet je wat, dat niemand het ook heeft gedaan. Oh, hebben jullie dit alles gezien? Dit is niet alleen maar chocolade, er zijn ook nog speciale stukjes. Zien jullie dat? En dan nog eens Tony chocolade. En dan zie je dat tekentje, dat schakeltekentje. Oh, dat ruikt intensief. Je ruikt wel dat deze chocolade niet echt chocolade is. Dus dat er echt iets met kleurstof of zo is gedaan. Ik ben een beetje benieuwd hoe die smaakt. Ik durf helemaal niet te proeven. Kijk, ik wil hem niet kapot. Ah, hij is zo mooi. Hij gaat ook nog in mijn hand smelten. Oh. Ah, ja. En zoals jullie weten, een echte chocoladeproever die ruikt er eerst aan en nog aan het oor en dan proeft hij pas. Hè? Dat je ook goed hoort hoe die chocolade zich zo. Hè? Ja, jullie weten wat ik bedoel. Mooi stijf. Oké, ik ga eens proeven. Nog een kouwe, hè? Je smaakt wel die kleurstof die erin zit. Dat niet helemaal dat het slavenvrij chocolade is. Dat smaak je. Ik zou kunnen zeggen, voor 2,50 misschien kopen, misschien ook niet. Ik zou zeggen, iemand die graag chocolade eet. Die ook waarde oplegt op goede chocolade te eten. Dan zeg ik, kopen. Kopen. Het is echt intensieve chocola. Geen goedkope chocola, maar intensieve chocola. Ik zal nog een stukje voor jullie proeven. Ik zou die hele reep kunnen opeten, zou ik zeggen. Ik kan jullie zeggen, als jullie willen kopen, kunnen jullie echt kopen. Maar moet je ook waarde leggen op goede chocola. Het ligt helemaal aan jezelf of je het kan kopen of niet. Dan zou ik zeggen, dit was het weer voor vandaag. Met even proeven. Proeven. Ja, ik zeg dat zelf zo verkeerd, maar dat staat er zo. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien als je weer iets super lekkers, niet unboxing, ik weet niet hoe je dat noemt, hè. Zo even proeven, hè. Gewoon bij de volgende keer zien we jullie weer, hè. Ik zal het ook nog eens in de titel schrijven. Dit is 100% slavenvrije chocolade. 100%. Staat hier ook nog eens.